jongens, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Unity. Syndicate. Haha. Oké. Ja, ik kwam spannend net in, omdat de game nog niet helemaal klaar was vorige aflevering. En ik ga nu weer verder. Maar we moeten diefje achtervolgen. Kleine mini diefje. Dus diefje, kom jij eens even hierheen. Keep it. Well, well. What do we have here? You're on our property. Ja? Nou, oké. We kunnen nou als het goed is gewoon twee mensen tegelijk bevechten. Die andere vent is een beetje dood. Dus die weet even niet meer. En dood. Excellent. What else does London have to offer? Goeie vraag. Dat moet je niet aan mij vragen. Not the time for tourism, Jacob. Now's the time to find Henry Green. I've always been the quicker climber, haven't I? Not since we were two. Ja, trouwens jongens, ik heb XP boost. En wat wil dat nou zeggen, XP boost? Dat wil zeggen dat ik de Season Pass heb gekocht. Ja, ik heb de Season Pass gekocht. Alleen het probleem is, op een of andere manier, de Season Pass is wel geactiveerd. Maar verder rest kan ik er niks mee. Dat vind ik een beetje kloten. Dat vind ik een beetje heel kloten. Maar ja. Zo aan mij leggen. Ben ik een beetje kloten. Ik weet niet waarom niet, maar. Nou, oh, kut. Ik was er bijna, maar ik moest nog eventjes wat doen. Ik had trouwens ook. Leuk, interessant. Het enige wat ik even wil doen is inventaris, outfits, Mr. Daniel. Ja, ik wou het zeggen. Ik heb namelijk het een en ander gekocht. Riemen. Hebben we nog meer riemen? Oh, we hebben meer riemen. Dat is een mooi. Gevechts. Oh, we kunnen extra armpjes. Oké, wapens. Ja. Oké. We gaan door. Moet ik doen. Synchroniseer met het uitkijkpunt. Oh, we gaan lekker omhoog klimmen. Ja. Maar ja, wow, dat is een hoog uitkijkpunt. Dat zijn natuurlijk de wheel en own. Oh, we kunnen niet langs de PVC-buizen of langs de buizen omhoog. Nee, je moet echt helemaal zo omhoog. Nou, maakt niet uit. Maar chill is wel, we hebben XP boost. Daar ben ik wel blij mee. Oeh, naar beneden vallen kan ook helemaal niet. Dan pakt hij automatisch de boel weer vast. Synchronize, de eerste. Whitechapel is riddled with crime. Child labor, despite regulations. A gang known as the Blighters overruns the streets. And Templars manipulating behind the scenes. As in all the other boroughs, we need to return this city to the people who built it in the first place. We will free London from Starrick. You have my word. Blijf toch een lekker ding. Ik moet het toch zeggen, maar... Ach, ja. Kom. Let us return to my shop and I can bring you up to date on the rest. Nou, mooi. In de hooibak. Wee. Oh, gelukkig overlevert dat allemaal. Scheelt een hoop. Scheelt een hele hoop.
one of Starrick's gang leaders. Why does he want you? He's after some of my more arcane research into one of the precursor artifacts. Waarom lopen ze allemaal zo sloom? Oh nee, nu loop ik wel redelijk in maat. Maar ik haal ze toch weer in. Volgens mij. Only Whitechapel's clinkers remain opposed, but they're no match for the blighters. Well, let's shine these clinkers up then, shall we? They're just the sort we're looking for. You can't be serious. Evie, they're ready to fight and oppose the blighters. Oh god, gaan we weer vechten? Look out, London. Here come the rooks. Nou, ga nou. Hey, hier hebben we een of andere vent. Confound this city. No one looks where they're going. Yes, I've noticed that. Bloody Drood. I'll never finish it at this rate. Only Providence knows where those words are headed now. Well, I must get to work replacing them. Should you ever be in the mood for a tale or two, you can always find me where the ale is warm and tempers are hot. Charles Dickens. Dat is een slimme gozer. Man. That Mr. Fry was Charles Dickens. Knows everyone and everything in the city. If I were you, I would keep that connection in your back pocket. Die moeten we dus doodmaken. Kaylock's gang is nearby. They must not follow me back to my shop. We'll take care of it. Yeah. You might be able to use this. Wapens. I hope so. My carriage is nearby. Make use of it. Lekker. I'm off my trail. I will meet you at the curio shop. Ja, ik vind het tot nu toe echt een vette game. Oh god. Hoe kunnen we ook schieten dan? Ja, nee, niet schieten. Oké. Okay. Hoe werkt dit? Hoe gaat dit werken? Hoe gaat dit werken? Dat is het enige wat ik vraag. That's everything what I ask. To how we must gonna do this. Dat is geen eens Engels, maar dat maakt niet uit. Ik vind het wel. Walk on, girl. We need to lead them away from Greece. Hoe gaan we dit doen dan? Jalapeno. Hoe gaan we dit ooit vernietigen dan? Met F toch? Of weet hoe? Hè? Moet ik daar niet punten voor kopen? Vaardigheden. Gevechten. Wapen. F. Hoe werkt het nou? Inventaris, nee, niks inventaris, vaardigheden. Moet toch ergens onstuitbaar. Gevechten, nee, maar dat heeft niks te maken. Ecosysteem. Arendsoog 2. Aasgier. Druk F om een vijand neer te schieten die jou onder vuur wil nemen om buiten schot te blijven. Nee, dat wil ik ook niet. Afgesloten kist met geld en grondstoffen.
Pro-vijand automatisch vermoord, wurgt, ontvoerd of dood. Tien keer combo bereikt. Passieve leidt minder snel tot verlies van je combo reeks. Je gezondheid wordt met één segment verhoogd. Ik heb 4 punten te besteden. Best veel. Wat kan ik hier? Arendsoog en een aasgier. Oké. Dit is nou slotenkraker. Roofeliminatie. Wil ik ook wel kopen eigenlijk. Die had ik toch al gekocht? Oh, net als bij die andere vrouw. Bij die vrouw zeker. Zit. Afsloten kist. Ja, die had ik al. Toen dacht ik. Nee. Ja. Dit is arendsoog. Nou, dat boeit me eigenlijk niet. Hoe gaan we ooit schieten dan? Hoe gaan we dit ooit doen? Oké. Dat is 1. Dat is 2. Maar ik, nogmaals, ik heb een wapen. George would do nothing of the sort. Whatever's left of the creed would perish under your control. Harsh words, dear sister. Doing fine, girl. I do hope Mr. Green made it back safely. Don't tell me you fancy the bloke already. And what do you suggest we do if our number one source of information turns up dead? Starrick can't be that hard to find. I say we turn the carriage back and go find him. This is why you aren't in charge. Schiet hem neer dan. Goed zo. Dat is best lastig blijkbaar zeker. Ik vind het wel leuk dat je met, ook met dingen kan rijden. Paardje heb er niet zo heel veel zin in. Oh. Trek verkeersweg hier jongen. Maar ik vind het wel, nogmaals wat ik zei, ik vind het wel leuk zo. Ah, schieten werkte dus wel met F. Nou, dat deed ik. Nou, dan gaat hij zeuren. Ja, het zal wel. Oké, nu 1, 2, 3. Boom. Sorry, dat vond ik leuk om te doen. Daar kan ik niks aan doen. Op de... Bereik. Bender. Did you give them the slip? We gave them more than that. Who are all these people? Over the years, denk het even lekker niet. Ik heb geen zin in. Gewoon beginnen. Actie voltooid. Sequentie 3. Oké, kaart van Londen. Oh, eindelijk. Met de kaart. City of London, Southway. Oh god. Dat is weer zo groot, man. Wijken. Wat is dit? Niveau 2. Wat is dit? Dit zijn allemaal winkels. Tempelier. Harold Draken. What's the plan then, almighty planner? Oh ja joh. Notitieboekje te openen. Nou, maar dit interesseert me echt niet. What the fuck? Nieuw controller is aangesloten. Ander personage. Escape naar hoofdmenu om volgens... escape naar het hoofdmenu en volgens op C om naar switchen. Evie pakt de zaken liever geruisloos op en Jacob kiest ervoor de confrontatie. Evie en Jacob delen geld, XP en beloningen, maar ze
hebben hun eigen uitrusting en vaardigheden. Escape C. Give my regards to Mr. Green when you see him. Verover White Kapel. Wat zijn White Kapels? Dit zijn White Kapels, denk ik. Ja, dit is een White Kapel. Dat moeten we doen. Hallo. Hallo. Oh, dat vind ik niet zo leuk. Robine, waar gaan we aannemen? Ah, doe ik wel. Spelen. Doen. Gewoon doen. I don't see Mr. Abeline. Well, we tried. Oh, ik word zo gek van al die berichten die ik krijg. I may know a thing or two about that splendid fellow. Die splendid fellow. Bereik hoger gelegen gebied. Dat doen we gewoon even. Ik weet niet wat hij allemaal zegt, maar oké. Komt dat er geen slijpschutters op het dak zijn? Maar het enige wat ik afvraag, hè? Vaardigheden. Nu heb ik hier ook 3 punten. Wat heb ik hier al? Ontvoeren. Even niets van een vijand ontvoeren en dwingen met je mee te lopen. Hierdoor heb je tijdelijke toegang op verboden gebieden. Ah. Maar ik wil sowieso even mijn hart maximaal bevestig kopen. Gezondheidsboost. En wat had ik nog meer? Arends oog. Nee, dat boeit me niet. Aanschieten boeit me ook niet. Slootkraken boeit me ook vrij weinig. Slachter. Ja, dit zijn allemaal dingen dat ik nog niet zo... Lijkt minder snel verlies van je combo reeks. Je vijand automatisch het randje van de dood. Kopen. Oké. Je hebt niveau 1 bereikt. Je hebt een nieuw niveau 2 bereikt, dat bedoel ik. Oh. Onstuitbaar. Maar dat kost alles 2 punten. Veel deneemt om veel schade aan te richten. Arends oog. Loopt minder melee schade op. Oké. Okay. Laten we dan sloten kraken. Oké. Okay. Meer hebben we niet nodig voorlopig. Terug. Meer kunnen we ook niet echt kopen. We hebben wel veel geld. Maar ik weet niet, waren de wapens nou ook gedeeld of dat niet? Ontvoeren, onmerkelijk. Wie moeten wij vermoorden? Oh ja, niemand ziet dit ofzo. Breng het doelwit levend terug. Onderuit halen. Het doelwit vlucht. Waar? Hoe gaan we dit doen? Combo's. Maak allemaal combo's. Nee, oh kaart.
Oh, die vent die weegt toch niet zo heel zwaar. Het scheelt. Afleveren. Boom. Was dat het alles? Oh, dan moet ik ook rijden nog. Breng het doelwit levend af. Dat is het enige wat we moeten doen. Nou, dat valt dan nog redelijk mee. Als Pietje maar niet ontwaakt, dan zijn we hem weer kwijt. Dan stapt hij uit en dan zegt hij, ja, fuck jullie, ik ga weer weg, doei. Waarom wordt er zo'n vriendje boos? Ik doe helemaal niks verkeerd. Hoppa, op locatie aangekomen. Voltooid. Breng het doelwit levend terug. Doorgaan. Bondgenoten. Zoek bondgenoten in de landschap en help ze. Word je loyaler. City of London. Ja, we moeten eigenlijk gewoon... we kunnen eventjes deze synchroniseren. Ja, dat is eigenlijk niet echt voor nu. Ja, laten we deze gaan... laten we die gaan doen. Je hebt 1 vaardigheidspunt verdiend. 3 vaardigheden beschikbaar. Nee, ik heb er 1 verdiend. Verjaag de pestkoppen. Hey. Hallo? Wat is er nou? Ik ben helemaal niet in trouble. Trouble. Waarom moet ik nou weer in trouble zijn? Vermoord het doelwit met... Vermoord het doelwit met een kist diamiet. Vindt Harold Drake. Ja, ik wil eerst even naar boven klimmen. Oh nee, de shop zit hier. Kopen. Wat? Zeg je allemaal? Wat kan je allemaal doen? Rook, alles aanvullen. Alles aanvullen. Zo, dat kost te veel. Werpmessen, kogels, schatkaarten. Tering, dat kost duur. Nee, het kost niet duur, het kost veel. Oké, we gaan naar boven klimmen. Dat is de veiligste manier om het te doen. En nog een kist. Nee. Loopt het dicht menige onlangs wachters te komen. Ja, dat weet ik al. Hé, hey, het is niet de eerste keer dat ik deze game speel hoor. Hoef je ook niet te denken, want dat is niet zo. Ik heb deze game al afhankelijk veel gespeeld, man. Dat denk ik hier wel niet. Hoe ga ik hier... Ja, je moet via dat komen. Lopen dan. Let's go for a stroll. Oh, dan gaan we je even vermoorden, ook goed. Ja, je mag het zelf kiezen. Combo's, oh, dikke combo's allemaal. Hallo. Oh, ik heb hem al beroofd, doet hij automatisch tegenwoordig, ja. Klopt ook. Waar kon ik de TNT aansteken? Wel roven.
These blighters will be armed to the teeth. No bobbies in sight. Good. Distribute the target. Hou E ingedrukt om het aan te steken. Oh, dat vond ik grappig. Boom. Boom. I like. Waar is die mooie kist dan? Ik zie een of andere grauwe kist. Oh, daar. Hoppa. Kraken. Slot kraken. Ingedrukt houden. En boom. Hallo. Ja, nou dat is wat we doen, hè, in deze game. Weet je wat, ik heb hier ook helemaal geen zin in. Doei. Ja, dag. Word anoniem. Waarom word ik anoniem? Hallo, doei. Ik ben gewoon een pittige dame, oké. Niet sappig, niet pittig. Ik ben gewoon... Ik ben wel pittig. Ja. Nou, daar ben ik wel. Hey. Vermoord het doel met de kist dynamiet. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Maar oké. Hij denken van wel. Ik vind het mooi. Waarom is dit gebied nog rood? Ik heb toch de boel vermoord. Oké. Okay. Nou, dan moeten we alleen nog even daarheen. Dan gaan we nog even deze aflevering doen. Hallo. Zo, dus daar zijn we ook vanaf. Ik zit midden in een mijn hier. Of een stadion ding. Wat de fuck doe ik hier? Wat doe ik hier? Ik wil alleen maar daarheen. Het enige wat ik wil doen is daar al heen. En het liefst in een rechte zijn lijn, maar dat mag niet. Van de game. Whitechapel. Ja, daar moet ik dus niet zijn. Ik moet wel op het treinstation zijn. Nee, moet ik ook niet zijn. Ik hoef ook niet op het treinstation te zijn. White. Yes, the color is white. Not black, but white. So that's a pretty nice color, white. Yes. So I must go to the dingest. And I can kill all the people. Of the one people that I must kill. And then I have haal deze missie. Oh, hier kan je ook niet heen. Moet voorraad aanvullen, ga naar een winkel. Van wat moet ik aanvullen? Ik heb geen zin om er helemaal omheen te lopen. Ik ga wel omhoog. Ja, dit verdragen wel wat speeches. Deze vrouw is wel redelijk gespeed. Zou je niet denken van een vrouw, maar oké. Okay. Het is en schijnt toch echt dat sommige vrouwen sterker zijn dan mannen, jongens. Dat kan niet, hè, eigenlijk. Eigenlijk kan het niet, maar het is zo. Ik kan er niks aan doen. Ik kan er echt helemaal niks aan doen. Het zei het zo. Te vallen, omlaag, vrienden. Ja? Oké, okay, nou ben ik hier, hè. Wat moet ik nou doen? U verbindt zich in het terrein van de verkeerde mensen. Nou, dat is niet de goede. Bevrijd en... Oh. En bescherm de gevangenen. Elimineer al de missies.
Hey joh, niet z'n tweeën tegelijk. Vind ik niet lief. Zwijg. Sterf. En verdreef. De pijn. Oh, kut. Ik moet even een beetje opletten. Even goed opletten. Steek hem neer. Steek hem neer. Goed zo. Nog eentje. Pietje, waar ben je dan? Doe niet tijgen als je poesie bent. Zit hij weer boven? Ja. Als het even kan, doe ik het van boven. Hoppatee. Jongens, ik vind het weer mooi geweest voor deze aflevering. In de fik ermee. Hey. Hey. Bevrijd en bescherm gevangene Klinkers. Ja, dat heb ik helaas niet voltooid. Maar ja, dat is pech. Bevrijding weg. Bende vestiging voltooid. Nou jongens, volgende aflevering doen we nog een bende en dan gaan we verder met de game. Dus kijk eens bedankt voor kijken naar deze aflevering. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen zoals altijd. Vergeet natuurlijk niet om een groen duimpje omhoog te doen. Oh, wat zeg ik nou? Het is gewoon hetzelfde, hè. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer terug bij weer een nieuwe aflevering van de enige echte mooie game. Dus tot de volgende keer. En ik zeg zoals altijd, later.